Vanaf vandaag is de Week van het Geluk officieel geopend. De Week van het Geluk is in het leven geroepen om eenzaamheid in de stad te bestrijden. Want eenzaamheid blijft een groot probleem in Schiedam. Ja, heel groot. Echt. Ik denk niet dat mensen weten hoe groot eigenlijk de eenzaamheid is. Ja, eenzaamheid is een groot probleem in Schiedam. En daarom moeten we kijken op welke manier we daar het beste aandacht voor kunnen geven. We hebben gezien dat corona gewoon een hele moeilijke periode was. Vrijwilligers vonden het moeilijk, omdat corona, ja, daar werden mensen toch bang van om ziek te worden. Dus heel veel mensen bleven thuis. Maar ik ben wel met Paas en zo aan de deur geweest. En dan heb ik paaseitjes gebracht en met kerst een kerststukje. En dat stelt niks voor, maar mensen die huilden echt helemaal. Dat je dan eigenlijk die neiging heb ik gehad om naar binnen te gaan en te denken van, laat gaan corona, weet je wel. We gaan gewoon naar binnen en we gaan gewoon die mensen helpen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Juist in deze wijk zijn ze de straat op gaan met deze hesjes, zichtbaar te zijn en echt op mensen afgestapt. Van, het is een moeilijke tijd, hoe gaat het nou met u? Kunt u iets niet? Of hoe voelt u zich? En eigenlijk in dat gesprek kwam naar voren dat sommige mensen niet naar de supermarkt bijvoorbeeld durfden. Dus eigenlijk zijn er dan Schiedammers hier in dit netwerk geweest. Die gingen de boodschappen aan de deur brengen. Maar ook mensen gevraagd van, ja, bent u verlegen om een wandelingetje met een groepje mensen op afstand? Nou ja, en dat soort elementen kwam naar boven eigenlijk. En dat is eigenlijk wat het netwerk door verschillende organisaties bij elkaar heb gekeken. Wat kunnen we dan doen? Tijdens de Week van het Geluk wordt er in allerlei wijken aandacht besteed aan geluk en eenzaamheid. De wijk Groenoord is daar één van. Door middel van verschillende activiteiten kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. Dat is eigenlijk om mensen in je wijk naar buiten te halen en te laten zien wat wij allemaal hier in de wijk eigenlijk doen en waar de mensen allemaal heen kunnen gaan. Nou, dat heb eigenlijk onze organisatie hebben dat zelf ingevuld. Die hebben gekeken, ja, hoe brengen we nou een klein beetje geluk bij de mensen thuis of op een andere manier. En dat zijn verschillende acties geweest. Dus eigenlijk begint heel klein met een kopje koffie met elkaar drinken. Maar ook eten of sporten met elkaar, wandelen met elkaar. En dat alles om een kleine glimlach op de gezichten van de Schiedammers te laten verschijnen.